Het begon met deze schets. Daarna kwamen de werktekeningen, honderden. Er werd een model van hout gemaakt, precies op schaal, en men begon te bouwen. Nu is de Oslofjord, die in Amsterdam voor Noorse rekening gebouwd wordt, al een heel eind gevorderd op de weg naar stalen werkelijkheid. In de achtersteven zijn de beide schroevendragers al zichtbaar. Ruim 7000 ton staal worden er verwerkt. Op, aan en in het schip krioelt het van de werklieden. Dagelijks zijn er 800 mensen aan het werk. Het schip krijgt vele salons, een bar, een wintertuin, een zwembad. Het zal één groot drijvend hotel zijn voor ruim 600 gasten. Nog enkele weken en het zal te water worden gelaten. Aan het einde van het jaar hoopt men het dan aan de opdrachtgevers te kunnen overdragen. De Oslofjord zal de trots zijn, niet alleen van de Noorse rederij, maar ook van de Amsterdamse scheepsbouwers. In het gebouw van de eerste